Jonas Roek, het eerste half uur was heel moeilijk. En dan scoren op een paar minuten tijd 2 doelpunten. Was verlossend, denk ik. Hè? Ja, we wisten dat het hier sowieso moeilijk ging zijn aan het begin. Ik denk dat we vooral de eerste kwartier, 2 minuten, de tweede bal niet wonnen. Alle tweede bal waren voor hun. En we speelden iets te rap die verticale bal in plaats van een beetje meer geduld te hebben. En daarna vonden we eigenlijk meer de derde man van achteruit, waar we beter de persoon tussen de lijnen hebben gevonden, waardoor we beter voetballend eruit kwamen. En dan hadden we in controle van de wedstrijd. Op het moment dat we controle van de wedstrijd hadden, dan voelden we dat er mogelijkheden waren. En dan scoren we 2 keer verdiend, denk ik. 2 mooie doelpunten. Heel direct spel. Assist van Lucas, perfecte loopactie van Maxime. En de tweede goal was mooi om te zien, maar ook iets waar we op getraind hebben de laatste week. En is dat mooi dat de jongens dat zo pikken en mooi uitspelen. Dus, maar ik denk dat we verdiend 2-0 voorkomen, met de rust 2-0 voor. Omdat we ook heel weinig hebben weggegeven. We hebben misschien eerste 20 minuten, want jij sprak half uur, ik zeg 20 minuten. Eerste 2 minuten het moeilijk gehad, maar we hebben eigenlijk niks weggegeven. Dus dat is wel belangrijk. En dan de tweede helft beginnen een foutje van Thomas. Dat is natuurlijk niet ideaal, dat je direct de penalty tegen krijgt. Maar daarna hebben de jongens volwassen gevoetbald. Ik denk dat de beste kans nog voor ons was met Maxime. Maar de jongens hebben alles gegeven. En, je weet dat dan RWDM risico's gaan nemen. Maar dat hebben we zeker heel goed verdedigd in de box. Op voorzetten, we stonden op een goede positie. We lieten ze niet toe om de eerste contact te hebben in de 16. En hebben de jongens met momenten heel goed wedstrijd uitgespeeld. Dus we hebben stappen gezet, zeker op dat gebied. En het zijn echt wel, het waren moeilijke 3 punten, maar ik denk wel verdiende 3 punten. En je ziet ook de jongens lopen echt voor elkaar. Hè? Ja, het is een groep. Hè, een groep die voor elkaar wil vechten. En die elkaar een meter meer willen lopen dan normaal. En ja, dat is gewoon die sterkte van deze groep. Niet alleen de jongens op het veld die spelen, want die komen altijd in de picture, maar ook vooral de jongens die misschien minder aan toe spelen of die zoals vandaag in de tribune zitten. Dat zijn de jongens die eigenlijk het verschil maken voor mij. Die pushen de jongens heel de week om een bepaald niveau te halen, dat ze niet mogen het gaspedaal mogen loslaten. En ik denk dat de sterkste van deze groep is. En wat ook heel typisch is voor Jonas Roek. We staan 2-1 voor, worden een beetje weggedrukt, maar er komen toch 2 nieuwe aanvallers in de ploeg. Nee, ik denk dat gewoon is. Dat is gewoon vertrouwen in de jongens, in een taakuitvoering. En ik denk altijd de beste verdediging is de aanval. Maar ik heb wel vertrouwen in iedereen die deze keer in zit. En ik vind moet altijd het evenwicht in de ploeg houden. En dat is belangrijk. Dat is ook al getoond in de laatste weken dat lukt. En daar heb ik alle vertrouwen in. Zeg, en hoe voelde je vrijdag na de blessure van Tuur Dirks? Ja, ik vond het vooral erg voor Tuur, want hij heeft heel hard gewerkt dit seizoen, heel veel geïnvesteerd, zoals iedereen. En het is vooral voor hem heel erg. Voor ons gaat het verder, zoals vandaag. Het gaat verder, maar voor hem blijft even de tijd stilstaan. Maar de groep heeft het heel goed opgepakt, ze waren er wel van aangedaan, dus ik ben wel blij. Gelukkig bij een ongeluk was dat de vrijdag gebeurde en niet de dag voor de wedstrijd, want je zegt dat de jongens wel aangedaan waren en wat normaal was. Maar Tuur heeft de knop eigenlijk vrij snel omgedraaid. Heeft de jongens ook gezegd van kom jongens, we moeten verder. Ze hebben dat heel goed opgepikt en dat denk ik dat dat de beste reactie is van de groep om deze 3 punten voor Tuur te geven. Een 7 punten voorsprong nu, wat geeft dat? Dat is leuk, maar het is nog lang. Volgende match is de belangrijkste. En we mogen niet het gaspedaal loslaten, we moeten blijven gaan. Blijven werken voor die overwinningen, voor die punten. En dan zullen we zien wat we eindigen. Oké, dank je Jonas. Veel succes.